Gaan we gewoon met de kleine Gromskies. Ik heb er zo zin in. En we hebben spulletjes mee, want we gaan overnachten in een hotel na de beurs. Oh, oh. Jij start hem, dan kan ik ook. Are you ready, girl? Hoeveel toeren maakt die van jou? Die van jou, ik krijg een kramp. Oh, nu al. Ik vind het heel fijn dat ik geen tijd heb. De van mij zegt 5 voor 10. Bijna zegt 3:11. Ja. En die van jou is het een war. Die staat nog op België. Die staat nog op Belgische tijd. Belgische tijd. We snappen het niet. Let's go, girl. Let's go, girls. Nou, eerste ritje. Samen op de groom. Ja, het is echt graftakken weer. Maar maakt niet uit. Het is niet het meest mooie motorrij weer. Chickie achter mij. Woep woep. Dag lieve kijkers. Wat leuk dat jullie kijken. Ik ben Anne. Ik ben Noe. En ik ben met Noe. Want we gaan het eerste ritje op de geïmporteerde motor rijden. En samen op een Grom. Ja, ik ook op de Grom. Noem ook op de Grom. Hebben we nog benzine? Oh, wacht. Je kan 86.000 kilometer op één tank. Het is motorbeursdag. Dus we gaan naar de motorbeurs. En daarom gaan we op de motor. Wat? Dat hoort. Nee, dat hoort niet. Dus volgens mij het eerste jaar dat wij op de motor naar de motorbeurs gaan. Nee, we zijn die keer met Nico en met je vader. Echt? Ja, oké. Na de dag dat we getrouwd waren, volgens mij. Of, maar ik weet niet. Nee. Nou ja, dat dus. Wij zijn getrouwd ook op de motorbeurs. Dus daarom dachten wij, is leuk! Is zo leuk! Is leuk! Gaan we op de nieuwe motor. Ik ga hard joggen! Ik ga ook kapot hard. Je moet hem wel blurren, hè? In de edit. Ja, maar anders denken ze dat ik de wet overtreed. Ja. Wow. Kijk eens, wat een plaatje. Jij? Ja, het is wel een beetje jammer dat we een regenbroek aan moeten. Oh, hij is echt mooi, jouw mooi ding. Ja, die van jou valt meer op. Ja. Ik ben een blij ei. Blij ei. Ik ben zo blij. Yo, yo, yo. En ik ben zo blij. Yo, yo, yo. Want ik ben zo blij. Ja, ja, ja. Rijden, rijden, rijden. Lekker rijden. Ga maar echt door. Oké. Kijk maar even wat je doet. Oké dan. We hebben bedacht om zo min mogelijk 80 wegen te rijden. Gewoon omdat het kan. Of omdat het niet kan. Jawel. Jawel, de Gromskies kunnen alles. Bijna alles. Heb je al een naam? Oh, dan ga ik eventjes over nadenken. Braap, braap. Hé, maar ik wil een wedstrijdje doen. Oké. Waar doen we een wedstrijdje wie het eerste bij de 80 is? Ja? Een rechte stuk, zeg maar. Ja. Ja, want we gaan zo hard. We gaan zo hard. Straks vliegen we uit de bol. Ja. 3. Wie telt af? Oh, oké. Okay. 2. Maar wacht, oh, wacht. Gaan we op de 1, op de 0, op de go, op de start? 3, 2, 1, go. Oké. Okay. 3, 2, 1, go. Maar hoe kan dit? Ik heb geen idee. Ja, ik heb wel een open luchtfilter. Nog één keer. Oké. Okay. Ik geloof de kat er niet. Ik was sneller weg. Moeten we wisselen? Nee. Oké. Okay. Jank je helemaal door tot de begrenzing, of niet? Ja, weet je wel. Oké. Okay. Wie jij tellen? 3, 2, 1, go! Ja, maar dan, jij bent gewoon beter, denk ik. Nee, ja, of het is echt die luchtfilterverschil, die mod. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik ga midden op de weg. Ja, joh. Dit is echt grappig. Wow, deze zit heel anders.
jij? Ja, 3, 2, 1, go! Van iets meer dan een grond verschil. Wil je weer wisselen? Wil je weer wisselen? Ja. Ja? En jouw remmen zijn wel echt beter hoor. Moet ook als je zo hard gaat. Oké, dit is wel goed voor mijn ego dat we even gewisseld hebben. Ik dacht echt dat aan mij dan. Ik denk, kan je rijden? Maar daar zit je helemaal ingepakt. Deze zit je er echt een beetje gewoon op nog. Ja, en je hebt een rekje achter hè. Dus jouw tas zit op jouw rekje. Ja, daarom. En jouw zadel is echt een kuipje. Ja. Dus wel een verschilletje. Ja. Maar ik heb een andere luchtfilter. Ja. En dus ook een andere injector of hoe heet dat. Ja. Dus waarschijnlijk geeft dat wel iets het verschil. Ah. Mooi. En jij hebt alleen de uitlaat. Jouw jas is wel echt vies achter. Ik heb hem nog steeds niet gewassen van de laatste keer of rood. Nee. Nou, dat was toen ik net zwanger was van Billy. Eerlijk, ik vind dit nou echt helemaal leuk. Jij? We zijn nog geen 10 kilometer onderweg. Ja. Maar normaal rij je niet zo. Hé, hey, maar deze setup is eigenlijk niet waterdicht. Oei. Ik heb echt zin in om niet mijn rijbewijs kwijt te raken. Ja, maar dat kan ook niet met deze motoren. Eigenlijk hadden we hier een video aan kunnen wijden waarom een Grand fantastisch is. Ja, echt hè. Maar we hebben al een paar dingen genoemd. Het verbruik. Ja. Je kan eigenlijk praktisch je rijbewijs niet kwijtraken. Ja, het kan wel. Ja, dan moet je 90 in de woonwijk gaan rijden of 100. Ja, of je moet wheelies trekken. Oh ja. Ook... Kan ook geen wheelie? Kan geen wheelie. Ik ben blij en ik ben bij. En ik ben zo heerlijk blij. Hoe maak je je vrouw blij? Koop een Grom. Ja. Ja. Maar er is... I can buy myself flowers. I can buy... Wow. I can buy you a Grom. Hey, eerlijk. Er zijn wel eens van die mannen die zeggen dan zo'n openingszin. Dan zeggen ze, ik kan jou onderhouden. Ja. Maar ik ben pas onder de indruk als je zegt, ik koop een Grom voor je. Ja. Hey. Hey. Chiquie. Dat is ook leuk. We kunnen gewoon een beetje naast elkaar. Ja. Gaan we er voorbij? Ja, is kom. Doen we dat doen? Ja. Ja, dan ga je terugschakelen. Lekker ding. Ik mis altijd toch ergens nog zes keer of zo. Reffen! Jeetje, wat een herrie. Stoppie! Ah, doet het niet. Hey, motormeisje. Hey, Chickie. Ben je 18 of zo? Nou. Omdat je op een 125 rijdt. Vet gevorderde motorrijder en dan rij je... Goed niet. Ik heb geen cc's nodig om mezelf vrouw... Nee, dat vind ik ook. Ik heb geen pk's nodig. Nee. Herriebak. We rijden gewoon 100, hè? Niet? 97, 98. We zijn... bij de beurs en ik ben bang dat de microfoon het gaat begeven door de regen. Dus we gaan de vlog afsluiten. Ja. Moraal van het verhaal. Koop een Grom. Koop een Grom. Ja. Want het is gewoon grappig. Ik heb me zeer vermaakt. Ja, hè? Ja. En zeker ook... Als je ziet dat de route niet echt spectaculair was en de snelheid niet spectaculair. Het is kakweer. Het is kakweer. En toch hebben wij de grootste lol. Ja. Ik ben blij. Ik ook. Grote blij.
Hele god te blij. Vind je het ook zo leuk dat we weer video's maken? Laat het even weten. Ja, hè? En doe ook even een shout-out naar oppas, opa en oma. Ja. Dat voor de beste. Voor het mogelijk. Van jullie was dit niet mogelijk gemaakt. Ja, het is mede mogelijk gemaakt door opa en oma. Ja. Oppassen op de kinderen. Ja. Oké, bedankt voor het kijken. Doei. Doei. Later. Later.